De Nederlandse agrarische sector moet met haar gewassen kunnen concurreren op de wereldmarkt. Dit betekent dat de focus moet liggen op efficiënt produceren met een minimale impact op het milieu. Daarnaast is het interessant om meerwaarde te creëren, om bij de suikerbiet niet alleen de suiker eruit te halen, maar om ook de plant te gebruiken. Door telers de juiste basis te geven van rassen met opbrengst en resistentie, kunnen wij jonge ondernemers helpen om hun doelen te realiseren. De uitdaging voor de toekomstige land- en tuinbouwondernemer ligt in het zoeken van een verdienmodel waarbij sprake is van een goede balans tussen maatschappelijke acceptatie en meekunnen met internationale concurrentie. Denk dus na over de vraag vanuit de markt, maar ook over de eisen die een maatschappij stelt aan de sector. Rabobank heeft diverse programma's om het ondernemerschap van klanten te ontwikkelen. We zien trends en ontwikkelingen in bepaalde sectoren en ondersteunen klanten om daarop in te spelen. Als we terugkijken wat we als sector hebben doorgemaakt de laatste 40 jaar, zien we een enorme ontwikkeling in technologie en automatisering op het gebied van melkwinning. Innovatie zit Dullevallen als weer op marktleider 135 jaar in het DNA. En dat zullen we de komende 135 jaar ook zeker blijven doen. Door goed naar onze klanten en de markt te blijven luisteren, kunnen wij de ondernemer van morgen ook een oplossing bieden hoe daarmee om te gaan. En dan maakt het niet uit hoe je koeien melkt of welk verdienmodel je daarbij ook kiest. Als Flint zien wij grote veranderingen afkomen op de agrarische sector. Veranderingen die het traditionele boerenbedrijf en tuinersbedrijf wel enigszins onder druk zouden kunnen zetten, maar die ook heel veel kansen bieden. Die kansen liggen onder andere in het vermarkten van de kennis die we in onze sector hebben opgebouwd. Het vermarkten van die kennis naar het buitenland. Het zijn van een partner voor het buitenland als het gaat om het voorzien van bijvoorbeeld de groeiende stedelijke gebieden. En dat zal een ander verdienmodel zijn dan het verkopen en exporteren van primaire producten en machines en installaties. For the future of farming. Dat is de belofte die we hebben richting agrarische ondernemers. Maar wij als Volfarmers hebben heel veel vertrouwen in de toekomst van de agrarische sector. Voor nu, maar ook zeker naar de lange termijn. Wij denken dat wij als agrarische ondernemers in Nederland het verschil kunnen blijven maken door steeds weer opnieuw toegevoegde waarde te creëren en uiteindelijk ook door middel van het innoverend vermogen wat we hebben, die te kunnen implementeren en daardoor steeds weer kunnen onderscheiden op de wereldmarkt. Vanuit ons Friesland Campina vinden we het belangrijk dat we nieuwe verdienmodellen ontwikkelen voor de agrarische sector. Specifiek binnen Friesland Campina constateren wij dat de veranderingen in de markt, maar ook in de maatschappij groot zijn. En als je daar niet op inspeelt, niet op gaat bewegen, dan kan dat een bedreiging zijn voor de toekomst van je bedrijf. En daar horen goede nieuwe verdienmodellen bij. En zoeken wij naar vormen waarin je zeg maar, die verbinding met de markt en de maatschappij omzet ook in euro's, hè, in economische waarden. Niet alleen, omdat ook andere waarden, zoals de waardering in de samenleving, maar ook het feit dat je trots bent op je bedrijf, enorm van belang is om door te gaan. Dus er zijn verschillende mogelijkheden, maar samen leiden ze tot meer waarde en dat is een basis voor een goede toekomst. Nou, van oudsher rust het succes van het runnen van een agrarisch bedrijf op vakmanschap en ambitie. Tegenwoordig is er meer nodig. Ondernemerschap. Om in een sterk veranderende omgeving een bedrijf en een toekomst op te kunnen bouwen. Een belangrijke pijler onder ondernemerschap is risicomanagement. En net daar kan Interpolis je helpen. Met elkaar in gesprek, om inzicht te krijgen in risico's en om oplossingen te vinden. Oplossing voor vandaag en voor de toekomst.